Dus lekker banaantje eten. Ik kan echt weinig. Hoe? Ik krijg echt mega vaak de vraag met hoe is jouw haar nog gezond? Handschoenen? Ja. Ik denk dat ik die gewoon standaard aan ga doen. We beginnen met mijn haar knippen. Nu gaat de verf erin. En nu gaan we het feunen. Ik heb een pakketje en ik heb niks besteld. Bloemen. En dat maken voor opa en oma. Oh, echt lekker. En dit is de top. Ik ga even passen. Zo, goedemorgen. Zoals jullie misschien wel kunnen zien, schijnt het zonnetje. Alleen hebben we er helemaal niks aan. Tadaa. Ik weet niet waar die vandaan komt, maar daar. Hij schijnt vol in mijn kamer. Ik heb dit eventjes aangedaan. Setje van Nick en Nick. Jasje hoort er ook bij, maar ik ben nu mijn haar aan het stylen. Want ja, daar word ik altijd wat blijer van. Als je haar goed zit, dan is je hele dag al beter. I mean, zo werkt het voor mij. Mijn haarstijlen is best wel een opgave. Dus dat moet je ook echt in 16 lagen doen. Maar als het bij mij stijl is, dan blijft het ook stijl. En ik krijg ook echt heel vaak de vraag met hoe blijf je jouw krullen in of hoe blijf je haarstijl terwijl je slaapt. Ik doe er echt niks bijzonders mee. Ik slaap niet met de knot of met de vlecht. Ik heb gewoon geluk dat het stijl blijft. En daar ben ik wel echt super blij mee. Want ik heb ook... Ik ken ook meerdere mensen die hun haar stijlen. En dat het dan gewoon binnen 3 uur weer krult. Of met krullen dat het binnen 3 uur stijl is. Dus daar heb ik gewoon heel veel geluk mee. En daar heb ik niet echt een speciale techniek voor. Al mijn haarproducten... Haarstyling dingen zijn van Max Pro. Deze ook. Dus daar ben ik in ieder geval heel erg blij mee. Maar ik denk ook gewoon dat het qua haartype wel heel erg scheelt. Mijn haar begint ook echt heel erg lang te worden. Want ik knip 1 keer met mijn ogen en het is 10 centimeter langer. Zo, het is helemaal gesteld. En ik krijg echt mega vaak de vraag met hoe is jouw haar nog gezond? Nou... Ik weet het niet. Ik moet het sowieso wel echt knippen, want het is echt super lang. Ik doe er meestal trouwens deze olie in van Kruidvat. Super goedkoop is die. En dan deze van Loving Blends, ook heel chill. Zo, ik heb mijn make-up gedaan. Ik heb niks te doen. Maar ik ga maar TikToks maken. Je moet toch wat, hè? Zo, het is maandag. Ik heb net al les gehad, maar ik lig wel nog in bed. So that's nice. Ik heb vandaag nog 1 les. En ik moet om 5 uur mijn nagels laten doen. En ik weet nog niet wat ik ga doen. Ik wil eigenlijk donkerblauw. Ik zit aan love blue. Het is ondertussen trouwens ook echt al... 12 uur. Ik heb ook vrijdag... Was het vrijdag? Ja, ik denk vrijdag een winactie gedaan met... Ja, met Robé en Nora op Instagram. En vandaag moeten we daar eventjes de winactie van... De winnaar van uitzoeken. Het was deze post. En je kon mijn setje winnen. Oh, wat doe ik? En je kon zeg maar die van Nora en van Robé winnen. En dan kon je zelf kiezen welke. En hij is echt heel erg goed opgevangen. Dus vandaag moet ik even kijken wie de winnaar is. En ik zeg maar alvast, ik weet niet hoe deze week vlog gaat worden. Want ik zit natuurlijk alleen maar binnen. Opgestaan uit de dood. Ik heb even mijn sportlegging aangedaan. Van Body Engineers. Met daarbij de top. Maar daaroverheen heb ik een trui, want het is koud. Wauw. Wat goed. Oh, ik was lekker aan het eten. En Nora moest aan een project, dus ze zegt, ik ben mijn laptop kwijt. Ik zeg, pak je mijne toch? En op het moment dat ik naar mijn telefoon kijk, heb ik over 2 minuten les. Wij hoeven dus niet ons hoofd te laten zien en je moet je microfoon uitzetten. Ik dacht dat ik PostNL hoorde. Ik heb die eens wel besteld, maar meestal weet ik wel hoe zijn auto klinkt. Of bus dan. Maar ik heb les gehad. Ik ben live geweest op TikTok. En nu it's time. To watch on YouTube.
Allemaal handgelletjes zijn omgevallen. Maar het is tijd om mijn nagels te laten doen. Ik heb eventjes deze trui gedaan. Zit lekker. Ik moet nog even plassen. En dan ga ik heen. I'm gonna grab a banana. En ja, ze lijken bruin, maar we hebben ze echt niet lang geleden gekocht. En ze zijn nog lekker, dus zonde om weg te gooien. En dat is ook helemaal niet nodig. Dus lekker banaantje eten. Ik kan echt weinig. Hoe? Trouwens, hebben jullie ook dat de prullenbak gewoon om de dag vol is? Omdat je gewoon alleen maar dingen gebruikt en dus ook weg moet gooien. En weet je... Ik zit nu bij Demi en mijn nagels worden gedaan. Is dit vervelend? Je bent sowieso vervelend. Dat is waar. Kijk, zij heeft wel een mondkapje op, maar dat heeft ze altijd. Ik ga voor de kleur blauw. Heel mooi. En dan gaat ze iets erbij frummelen, ik weet nog niet wat. En horen jullie deze muziek? Ja, vreselijk. Tada! Speelt er niet. Nou, dankjewel. Doei. Doei, bye. Leuk, hè? Ja. Frozen. Ik heb even de persconferentie gekeken. Nou, nu 1 juni. Oprecht nog 2 maanden. Ja, maar je beseft niet. Je beseft niet. Zo, ik weet niet of jullie de app House Party kennen, maar kan je dus met allemaal mensen in een groep, van groepsfeestime. En dat heb ik net gedaan. Echt vanaf 9:30 tot nu. En het is bijna 12:00. Dus, well, yeah. Ik ga nu lekker slapen. Of in ieder geval in bed liggen. Waarschijnlijk nog niet slapen. Waarschijnlijk echt pas over een paar uur. Ik word echt gek van mezelf en morgen heb ik gewoon weer les. Broes heeft een nieuw uitzicht in mijn kamer. Uit mijn kamer. En hij is dus echt zacht. Hij heeft conditioner gebruikt, denk ik. Mama, ga mijn haar doen nu. Want het is wel mooi, maar dood. Allemaal gespleten haarpunten. Splitted hairpoints. Splitted hairpoints. Dus we gaan eventjes... We gaan even de spullen pakken. En dit moet even bijgeverfd worden. Ik dacht dat je ook nog je schilderijen ging doen. Daar heb ik echt geen zin in. Wat heb je allemaal nodig? Handschoenen. Ja. Ik denk dat ik die gewoon standaard aan ga doen. Hebben we deze nodig? Oh, hier staat de camera. Ik was zo meteen een watjes aan het praten. Wij gebruiken van Kiss de Kera Cream in de kleur 9FS. Zweeds blond heet het. En dan doe je dus... evenveel van dit als evenveel van dit. En deze dan met 3% in plaats van DMI. DMI is gewoon een spoeling en 3% dan blijft wel zitten. Waar zijn je verfkasten? En een bakkie. Alleen moeten we dan niet 3%. Ik heb deze gevonden. Ik herken het altijd aan dit. Dit is dus zonder ruffeltjes. En dan heb je ook deze... Klinkt altijd al fijn. En dan hebben we nog klemmen nodig. We beginnen met mijn haar knippen. En je hebt geluk dat het nu stijl is. Auw! Wat? Je noemt me auw! Ja, je mist ook... Oh, ik heb een pony. Soms denk ik, zou maar dat leuk staan. Gewoon van die kleine plukjes zo. Nee, dat staat me echt niet. Wordt geknipt nu. Nu gaat de verf erin. Gaat het wat worden, man? Nou, leven. Dat is altijd weer een vraag bij ons. We hebben trouwens ook cake gebakken. En die zit nu in de oven, want hij was nog niet helemaal klaar. Dus we hebben hem nog eventjes terug gedaan. En dit zijn trouwens mijn nagels, zoals je nog niet goed hebt gezien. En gisteren is dus bekendgemaakt dat alle nagelsalons moeten sluiten. En wimperdingen en fysiotherapeuten en zo. Dus schoonheidsspecialist. Ik heb echt geluk dat ik nog mijn nagels heb gedaan. Maar ja, tot 1 juni denk ik het. Ze zeggen dat ze het 6 april gaan bekijken. Maar ik denk dat het echt nog wel langer gaat. En dat ik ook nog niet over 2 weken naar school kan. Maar dat betekent dus dat mijn nagels uit gaan groeien. Dus ik moet echt een manier gaan vinden om het zelf te doen ofzo. Kijk, de bananenbrood is eruit. Zo lekker. We hebben er deze voor gebruikt. For all your questions. Weet je, ik ben kookvlogs vanaf vandaag. Deze hebben we gebruikt. En daar hebben we... kaneel doorheen gedaan, chocola en banaan. Omdat 3 bananen. Ja. Dus we hebben maar eigen bananenbrood gemaakt. Zo, dit is weer lekker bijgewerkt. En nu gaan we het feunen. We, jij. Well, well, well. Mijn haar is klaar. Ik ben er heel erg blij mee. Het is weer een heel stuk korter.
En this is how it turned out. Ik vind het altijd wat mooier als er een weekje nadat het geknipt is, dan is het weer een beetje allemaal iets anders gegroeid en is niet in één keer zo eraf gehakt. Maar ik ben er alsnog mega blij mee. Ik ga nu eventjes eten wat ik trouwens aan heb. Ik vergeet helemaal mijn outfits te doen, maar het ziet er ook niet uit. Vandaag heb ik eventjes het leuks aangedaan. Ik heb deze bikershort aan van Reinders. Zitten super chill. Niet te strak of zo. Kijk, je hebt er helemaal geen afdruk van. Ze zitten echt super mooi. En daarop heb ik dit shirt. Ook van Reinders, de tie-dye. Yay, ik ben eindelijk weer een video aan het uploaden die geen weekvlog is. Aan het uploaden, aan het editen bedoel ik. Heeft heel lang geduurd. Echt, de laatste keer dat ik zo'n video heb opgenomen is... I can't even remember. Dus ja, tot nu toe vind ik het heel erg leuk. En ik wil het ook veel meer gaan doen. Morgen ook eigenlijk een make-up tutorial opnemen. Ga ik allemaal nog doen. Dus ik ga eventjes lekker verder met editen. Voor alle vragen, ik edit in Final Cut Pro. Kan je downloaden op MacBook en volgens mij... Nee, MacBook denk ik. Goedemiddag, het is vandaag ja, de dag na gisteren. Dus welke dag is het? Woensdag. Ik heb vanochtend al school gehad. Ik heb mijn video al geëdit en mijn video komt over 8 minuten online. Het is de video die ik heb opgenomen waarin ik mijn make-upsters uitzoek. Dus ik hoop dat die goed wordt ontvangen. Want ik heb al mega lang niet een normale video opgenomen. Ik zal even kijken hoe lang het heeft geduurd. Vandaag wil ik ook nog mijn make-up routine opnemen. Zeg maar mijn... updated make-up routine. 1 januari mijn laatste normale video geüpload. Nu ga ik eventjes aan school, want ik moet nog een opdracht maken voor geschiedenis die vrijdag ingeleverd moet worden. En nog wat andere dingen. Maar ik wil in ieder geval vandaag geschiedenis afmaken, dus dat ga ik nu doen. Oké, ik was mijn geschiedenis aanmaken. En my journey is binnengekomen. Ik heb een pakketje en ik heb niks besteld. Dit is echt leuk. Er zit een kaartje bij met... Ik zie hier een trui. Heel nice. In maat S. En hier de broek. Ook in maat S. Oh, dit ziet er zo comfy uit. En ik zal het verder in deze week nog, of misschien nog vandaag zelfs even passen. Dus ik weet niet hoe het staat. Ik zal het nog wel aandoen, want we hebben nog heel wat dagen quarantaine te gaan. En hier zit nog wat in. Namelijk een kettingje met good luck. Heel leuk. Zo'n heel klein bedeltje. Oeh, en mooie oorbellen. I love it. Oh my god, kijk hoe leuk. En het zit zo lekker, dat is echt bizar. Hij heeft een zak op de achterkant en hiervoor. En hij hoort dus lekker baggy te zitten. Ik heb maat S en mijn zus heeft ook maat S. Dus het is maar hoe je hem wil. Als je hem echt strak wil hebben, moet je een maatje klein doen. Maar ik vind dit heel lekker. Noora, ik probeer gewoon mijn eten te maken. Ik ben een pannenkoek aan het maken met mama. Zij doet niks, alleen een beetje eten jatten. Nee, Noora. Dit is de pannenkoek en nu gaat er cranberry en appel op. En dan weer een pannenkoek. En ik heb geen idee of het lekker is, maar het lijkt me wel. Ik heb mijn pannenkoek en ik heb les. Maar ik ga diegene niet laten zien. Privacywet. Les van een pannenkoek. Even kijken. Oh, misschien moet ik bestek pakken. Zo, ik heb nog een pannenkoek, maar deze keer heb ik hem dubbel gevouwen. Omdat ik niet meer mega veel honger had, maar nog wel trek. Ik ben dus nu mijn les aan het volgen voor maatschappij. Ik heb vandaag maar 1 les. En ja, dat. We hebben eten voor mijn opa en oma besteld. Maar omdat we daar natuurlijk niet meer heen kunnen. In ieder geval met het coronavirus en zo gaan we dat... afgeven, zeg maar. Ja, dat. Wat wil je doen? Bloemen aan het maken voor opa en oma. Maar ik ben erachter gekomen dat het niet mijn sterkste punt is. Maar ik vind het wel leuk. Ik heb een hele groene outfit aan met een groen elastiekje erbij. En wij gaan nu, nou ja, over een kwartiertje of zo naar de open keuken toe. Om daar eten af te halen. En dan gaan we dat bij mijn opa en oma afzetten. We hebben bloemen voor ze gehaald. Bij elkaar geraapt, zeg maar. Heel veel verschillende, 5 bos of zo, verschillende kleuren. Ik ga heel eventjes een cremeotje of zo op mijn gezicht doen, want hij is best wel droog. Weer aan de parkeerplaats. En Noora gaat eventjes naar binnen.
Doe wat, ik ben bang voor corona. Maar ja, als Nora het krijgt, vind ik het ook. Dus weet je. Oh, opa heeft me gebeld. Ik ga opa terugbellen. Nou, opa was weer nieuwsgierig waar we waren. Niet gelijk bellen, hè. Ik weet wel dat jij wilt weten dat ik zeg dat ik bij de open keuken ben nu. Dat hoopte hij eigenlijk dat ik zou zeggen waarschijnlijk. Maar ja, opa kan mijn locatie overal zien. Dus waarschijnlijk heeft hij dat ook al lang al gezien. Of gaat hij nu kijken? Opa, als je dit ziet, ik ken je veel te goed. Want ja... Nee, fuck! We zijn letterlijk de bloemen vergeten. Dit is het bosje bloemen dat ik heb getoverd. In elkaar geflanst. Jullie zijn echt trots op me, ik weet het. Ik ben ook trots op mezelf. Ik wist ook niet dat ik dit kon. Maar hij lekt een beetje aan de onderkant omdat hij net in een bak met water heeft gestaan. Het eten hebben we ook. Zit hierin. Heb je de mensen van de vlog verteld over een heldhaftige daad? Ja, Noor heeft een hele heldhaftige daad gedaan. Want we reden zeg maar gewoon en er staken jongens over. Maar ze liepen best wel traag. Maar dat waren helemaal niet door dat ze maar met meerdere waren. Dus wij zo, Noor zo, zal ik ze aanrijden? Zoals je elk normaal iemand achter de stuur zou zeggen. Ik bedoel, dat doet iedereen. Dus, hoop ik. Of zijn we alleen wij, psycho. Dus, nou ja, weet je. Lief gedaan, hebben we niet gedaan. Op een gegeven moment lopen ze over. En Noora zo... Wat is er zijn groepsvorming? Dus die toetert tering hard ook. Gewoon echt... Duut. En de jongens schrokken zich kapot. En toen schreeuwden ze heel hard groepsvorming. Maar ik denk niet dat ze dat hoorden aangezien de ramen dicht waren. Maar weet je jongens, je moet mensen er gewoon op aanspreken. Als jij een groep ziet, mag niet. Tuter. Gewoon tuteren. Oké, brood. We gaan nog een keer op keukenvoedsel halen. Nog meer eten. Nog meer eten halen. Maar nu gaan mama en ik heen. En dan rij ik. Ew. En dan rijdt mama naar binnen. En dan gaan we meteen weer door. Jara en ik dachten net dat we achtervolgd werden. Door wie? Ja, door... Door iemand. Door politie? Nee. Ah, maar ik heb het snee. We reden. Oh. We reden. Ik reed, ja, een sneetje. En... een auto was gestopt aan de zijkant van de weg. En zagen me al voorbij rijden. En toen stopte hij en toen reed ik langs, want toen ging hij weer rijden achter mij. Nou jongens, nu blijf ik zitten. En mama gaat halen. Lijkt wel een weeshuis waar we eten voor halen. Food. Heel veel eten. Carpaccio. Wat voor bonnetjes zit erbij? Nou, ik zal het even voorlezen. De open keuken. Op naar huis. Morning, mijn haar zit echt gek. En mijn hoofd. Maar, guys, wat is dit? Maar ik ben echt nog niet zo lang wakker. Maar ik heb zometeen een call met mijn management. Oh, mijn accu is leeg. Guys, ik heb geen idee of het lekker is. Yeah. Maar ik heb ontbijtkoek met jam en frambozen. Nou, first impression. Wat nou eel trouwens, niet zo doen. Echt lekker. Well, oké, guys. We hebben gisteren kleding besteld bij het district. No spon. First of all, maar het is nu binnengekomen. Ik heb nooit een track and trace of zo ontvangen, maar deze. Ik vind hem super cool. Zo'n lichtgroen kleurtje hiervoor staan wat... Hoe heet dat? Palazzo. En dit is de achterkant. Dan heb ik nog dit hoedje. En voor degenen die misschien mijn vlog hebben gezien van toen... Dit hoedje wilde ik toen ook al, maar één stand heb ik hem nooit genomen. Maar alles bij de strik was nu in de aanbieding. Inclusief deze. En ik heb nu een staart in, maar I love it. Dan heb ik nog twee paar sokken in tie-dye, roze en... Nee, paars en groen. Ik heb ook nog twee bikinis. En nou heb ik dus XS en S-pong al besteld. Dit is de eerste. Deze.
I love it. Dit is het broekje. Oh, heel mooi high-waisted. Ja. En dan de top. En dit is de top. Ik ga even passen. Oké, guys. Ik heb de bikinis gepast. De groene is gewoon echt super mooi. En de roze heb ik hier onderaan is ook heel mooi. Dit is het shirt. Ik zal hem zo even laten zien. Maar ik trok een bikinibroekje aan van de roze. En hij splasht gewoon uit elkaar. Letterlijk gewoon dit touwtje valt eraf. Dus alles zit er nog aan. Het kaartje nog. Dit ding nog. Dus ik ga hem gewoon terugsturen. Ik heb dit shirt aan. Kijk, dit moet ik echt even opruimen. Maar mijn kast heeft dus gewoon geen ruimte meer. Dus ik weiger het om het erin te doen omdat het gewoon niet meer past. Dit is het shirt. Dit is de voorkant en de achterkant. En de sokken. En die heb ik ook nog in paars. En dit is het hoedje. I love it. Kijk hoe cute dit is. Oh. Ik verveel me zo erg. Maar ik heb wel veel te doen. Ik moet nog aan school en een video van morgen editen bijvoorbeeld. Dus ja, maar daar heb ik dus geen zin in. En ik heb nog een andere video om te editen. Maar juist die dingen wat je kan doen, daar heb ik geen zin in, snap je? Want dat kan je elke dag doen. Ik wil je bedanken voor het kijken naar de video. En ik hoop jullie snel weer te zien bij de volgende week vlog. Woensdag komt weer een video online waarin ik mijn make-up ga laten zien. Niet deze look, maar mijn normale make-up look. En dan zie ik jullie ook weer snel weer. Stay safe.